dinsdag 26 maart 2019. Ik open de vergadering met mededeling van afwezigheid van de heer Pieper. De heer Rodemond heeft zich nog niet afgemeld, dus zouden wij nog kunnen verwachten. Verder geen mededelingen. Brengt ons bij agendapunt 2, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan gaan wij door naar agendapunt 3, het vaststellen van de agenda. Kunt u akkoord gaan met de agenda zoals deze voorligt in deze raadsvergadering? Ik constateer dat dat het geval is. Dan is hij daarmee definitief gemaakt. Brengt ons bij het spreekrecht voor de agendapunten. Eén bespreekstuk, programma Wonen, staat op de agenda. Heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht om daar gebruik van te maken, ook nu niet. Dat betekent dat we alweer toe zijn aan agendapunt 5. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 maart jongstleden. De besluitenlijst ligt voor. U geeft daarvoor akkoord, merk ik. Dank daarvoor. Dan zijn we toegekomen aan het inhoudelijke bespreekstuk voor deze raadsvergadering. Het programma Wonen 2025. Eerder oriënterend aan de ronde aan de orde geweest. Ik ga ervan uit dat de meeste fracties daar wel iets over willen zeggen. Ik ga even rechtsom te beginnen bij de fractie van de ChristenUnie, de heer Oding. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wonen is voor onze fractie een belangrijk dossier, een belangrijk onderwerp. In de oriënterende ronde hebben wij al de nodige complimenten gegeven voor deze verfrissende aanpak en vertaling van het programma Wonen 2025. Via de diverse informatiebijeenkomsten en bespreking tijdens de oriënterende ronde komen wij nu toe tot de besluitvorming. In het kort zien wij een mooie balans van kort op de bal spelen via de korte termijn agenda, het adaptief plannen, korte termijn acties, maar toch ook wel rekening houdend met de toekomst. Daar zit voor ons als ChristenUnie-fractie de balans. Meebewegen met de realiteit, bouwen naar behoeften en aandacht voor maatwerk en verduurzaming op langere termijn. Voorzitter, tijdens de oriënterende ronde hebben we een aantal vragen gesteld rondom de mate waarin de starters de woningmarkt kunnen betreden. Over duurzaamheid, de gewenste doorstroming van huishoudens, de snelheid van de verduurzaming van woningvoorraad en de aantallen sociale huurwoningen. We zijn daarom ook blij met het document aangegeven wijzigingen, ambitiedocument programma Wonen 2025, waar een aantal toevoegingen en wijzigingen zijn doorgevoerd. Voorzitter, maar toch willen we graag aandacht vragen voor een tweetal onderwerpen die ons als fractie met name aan het hart gaan. En dan hebben we het over de verdere verduurzaming van de nieuwbouwwoningen en de zorgen rondom de vraag naar sociale huurwoningen. En om met het laatste te beginnen, in het jaarverslag 2017 van Beter Wonen staat in de toekomstparagraaf dat op termijn de sociale huurwoning gaat groeien naar 4000. In de agenda Wonen 2019-2020 staat dat het aantal sociale huurwoningen in de periode tot 2022 uitgebreid wordt met tenminste 150 woningen. Voorzitter, we vragen ons serieus af of dit voldoende is. Rekening houdend met het passend toewijzen en het scheiden van wonen en zorg, neemt de behoefte aan sociale huurwoningen in de goedkope prijsklassen toe. Het zijn met name de wat meer kwetsbare doelgroepen, laagste inkomensgroepen, mensen met een zorgvraag, die hierdoor bij elkaar komen te wonen. En dit zien we met name in de grotere kernen op plekken waar de goedkoopste huurvoorraad zich bevindt. Het aantal woningzoekenden dat met enige spoed behoefte heeft, zo zegt het document, heeft een vaak tijdelijke betaalbare huurwoning fluctueert sterk. Voorzitter, het gaat om een substantiële woningaanvraag die ook de komende jaren blijft bestaan. Wij zouden de wethouder willen vragen om een uiterste inspanning of dit aantal van 150 woningen niet kan toenemen tot 200 woningen. Onze fractievoorzitter vroeg tijdens de oriënterende ronde om 300 woningen. Maar wij zouden de wethouder graag tegemoet willen komen met het aantal van 200. Graag zouden wij hierop de wethouder een reactie krijgen en sterker nog, voorzitter, gelet de noodzaak. Het NOS kopte nog dat er een deltaplan nodig is afgelopen weekend. Zouden we graag een toezegging krijgen voor deze inspanning en aantal. Voorzitter, en dan het tweede onderwerp. De komende periode zal er sprake zijn van nieuwbouw. De productie van de nieuwbouwwoningen zal de komende periode jaarlijks 200 tot 250
stuks gaan toenemen om aan de vraag te voldoen. En dit juichen wij als ChristenUnie-fractie toe. Echter, wij zouden wel graag uw aandacht willen vragen voor de onderwerpen die ook zo in het programma Wonen 2025 staan. De afgelopen jaren is het verduurzamen van de woningvoorraad steeds prominenter op de agenda komen te staan. En daarbij heeft de Rijksoverheid tot doel gesteld om in 2050 volledig energie-neutraal te zijn. En de gemeente heeft voor 2019 aangegeven haar duurzaamheidsdoelstellingen te willen actualiseren. En hierop vooruitlopend, voorzitter, vragen wij om de uitgangspunten van de zonnelader ook op dit onderdeel toe te passen. Voorzitter, we hebben de ambitie om eerst de daken vol te leggen met zonnepanelen in relatie tot de zonnevelden. De gemeente heeft een stap gezet voor de eigen daken en het is nu ook goed om de volgende stappen te zetten. En we willen het college blijven motiveren om aan de slag te gaan met alle daken in onze gemeente. En dit kan op een hele praktische en eenvoudige manier, waarbij rekening wordt gehouden met de plaatsen van de woning ten opzichte van de zon. En hiertoe willen we samen met de PvdA, GroenLinks en D66 een motie indienen, waarbij rekening houdend met de genoemde uitgangspunten voor verduurzaming het dictum luidt dat bij de herinrichting van nieuwbouw op inbreidingslocaties, als ook bij nieuwbouw op uitbreidingslocaties, rekening dient te worden gehouden met een zo gunstige mogelijke plaatsing van woning en daarmee de ligging van daken ten opzichte van de zon. Akkoord, dank u wel. Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslagingen nummer 1. Voorzitter, hiermee zetten we de woningbouw en de mogelijkheden voor nieuwbouw niet op slot. Maar wij vragen bewustwording en aandacht voor het slim inrichten en plaatsen van woningen ten opzichte van de zon. En we hopen met deze motie op een raadsbrede steun en zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder. Akkoord. En ook de raad mag natuurlijk reageren. Dank voor uw bijdrage aan de zijde van de ChristenUnie. De CDA-fractie. Mevrouw Mensink. En zoals gezegd, de motie die net is ingediend maakt deel uit van de beraadslaging. Dus er mag op gereageerd worden, ook al in eerste termijn, als u die behoefte voelt. Dank u wel, voorzitter. In de media lezen we heel veel momenteel over woningen. Het gaat heel veel over aantallen. Hè. Zoals vorige maand werd ook gesuggereerd en aangegeven dat meer dan 80.000 woningen nodig zijn voor sociale huur. Waar wij het ook vooral over willen hebben is de mensen achter deze vraag. Dat vinden we heel belangrijk. Het CDA waardeert dan ook echt de uitwerking van het programma Wonen. Dat niet alleen de visie van de gemeente weergeeft, maar ook vooral een actieplan is waarmee daadwerkelijk stappen voorwaarts gezet kunnen worden. Bijzonder is het feit dat de gemeente Hardenberg een grensgemeente is zonder bevolkingskrimp. En dat willen we heel graag zo houden. Onder andere door het woningaanbod te versterken in de komende jaren. Belangrijk volgens ons is daarbij dat in alle 29 kernen de gemeente Hardenberg in gesprek blijft over de woonbehoeften en de zorgen. En te zorgen voor duurzame betaalbare woningen. Voor alle doelgroepen. Het gemeentebestuur heeft daarin al een mooie eerste stap gezet met het maken van afspraken met dorpen via de plaatselijke belangen een convenant. Maar wij horen ook terug dat het echt belangrijk is dat deze afspraken verder invulling krijgen gezamenlijk, om daar gezamenlijk aan te blijven werken. Verder zijn we ook blij met de evaluatie van bijvoorbeeld het VAB-beleid, vrijgekomen agrarisch vastgoed, want hiermee sorteert de gemeente voor op de ontwikkelingen in het buitengebied. En kan er meer ruimte ontstaan voor wonen en nieuwe vormen van wonen op zeg maar boerenerven. Belangrijk is om te werken aan krachtige kernen waar jongeren en jonge gezinnen zich graag vestigen en waar ouderen, kwetsbaren, niet genoodzaakt zijn om uit eigen vertrouwde woonplaats te verhuizen. Daarom zijn we erg blij met de integrale aanpak zoals beschreven in het programma Wonen. Met de koppeling tussen wonen, opleiding, werk, vrije tijd, zorg en welzijn, om maar iets te noemen. Laten we ook eens vanuit het perspectief kijken vanuit de lokale economie, de winkeliers en de bedrijven. En ervoor zorgen dat ook de categorie duurdere huur- en koopwoningen naar behoefte kan worden uitgebreid in de gemeente Hardenberg. Het is geen nieuws dat wij als CDA ook verduurzaming van woningen zeer belangrijk vinden. Net werd het ook al genoemd, hè, de zonneladder. Wij willen ook erg graag bewerkstelligen dat eerst de mensen gestimuleerd worden om daken vol te leggen, alvorens we ook overgaan tot andere mogelijkheden, bijvoorbeeld zonnepanelen op landbouwgrond. We hebben nog een aantal vragen. Wij horen uit de praktijk dat jongeren soms genoodzaakt zijn
om te verhuizen uit hun eigen vertrouwde woonplaats, bij gebrek aan een passende woning. Welke specifieke oplossing gaat het college op korte termijn bieden om dit probleem op te lossen? Wij willen daarbij benadrukken dat ook partijen als bijvoorbeeld woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers betrokken zijn. En onze vraag is welke hoofdlijn hanteert de gemeente, bijvoorbeeld voorwaarden en eisen, maar het gaat mij om die hoofdlijn, om ervoor te zorgen dat deze partijen ook op een goedkope manier passend woonaanbod voor jongeren en starters blijven bieden. Aandacht ook voor bijzondere doelgroepen. Bijvoorbeeld hebben we ook in de oriënterende ronde aangerefereerd de tiny houses, maar ook focuswoningen of bijvoorbeeld een knarrenhof. Wij merken dat voor deze bijzondere doelgroep ook specifieke aandacht nodig is. En met name ook de nieuwe samenwerkingsvormen tussen bijvoorbeeld woningcorporaties en zorg- en hulpverleners. Kan het college aangeven hoe ze hieraan aan dit proces adequaat invulling blijven geven? De gemeente Hardenberg heeft in het verleden ook afspraken gemaakt met de provincie over duurzame verstedelijking. Maar bieden deze vragen nog voldoende ruimte als het gaat om de actuele woonbehoeften? We hebben in de oriënterende ronde ook gevraagd naar stimuleringsregelingen om bepaalde plannen te versnellen. Wij horen bijvoorbeeld dat net over de grens in Duitsland subsidie wordt gegeven voor gasloos bouwen. Maar wat kunnen we in de gemeente Hardenberg bieden? Wethouder gaf al eerder aan dat de verzilveringslening daarvoor geschikt is. En wij vragen ook van hoe kunnen we zorgen dat deze kansen ook echt verzilverd worden? Prettig wonen heeft ook te maken met publieksvoorzieningen. We kregen onlangs ook in onze weekberichten een brief van een moeder die aangeeft, we hebben een hartstikke mooie woning, maar voor onze kinderen is er in de straat eigenlijk niets te spelen. Wij willen echt een oproep doen richting de gemeente, want in het programma Wonen staat, wij treden faciliterend op. Maar onze vraag is, wat gaat de gemeente Hardenberg concreet doen om ook het voorzieningenniveau in dorpen en kernen op peil te houden? En op de hoogte te blijven van de mensen die ook in die buurt wonen. En als laatste hebben we nog een punt over een aansprekende campagne. Dat het hier goed wonen en werken en recreëren is, dat zien we ook wel. Bijvoorbeeld aan het programma Wonen in combinatie met het prachtige Vechtdal en het Reestdal. En als hoogtepunt natuurlijk het reuzenrad van Slagharen en de koek van Slatman. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar bij de oriënterende ronde gaf de wethouder aan dat de gemeente zich in wil zetten voor prettig wonen. En dit ook te vermarkten. Onze concrete vraag daarbij is, betrekken jullie daar ook de ondernemers bij die bijvoorbeeld een vacature hebben en in de publiciteit willen koppelen aan wonen? Ik wil afsluiten met onze slogan is altijd CDA in de buurt, maar we willen daar heel graag letterlijk invulling aan blijven geven door een goede uitwerking van het programma Wonen verder te stimuleren. Hartelijk dank. Dank u wel voor de bijdrage van de zijde van het CDA. Fractie van GroenLinks. Woorden zijn de heer Oshoven. Ja, voorzitter, bedankt. Als wij praten over wonen, praten we ook direct over de leefbaarheid van onze dorpen. En wij bij GroenLinks vinden dat in alle dorpen mogelijkheden moeten zijn om te blijven wonen. Ook voor jongeren die op zoek gaan naar een woning. Want wat wij heel vaak horen in gesprek is dat de mensen best willen blijven wonen in Valkbrug of noem eens wat, Bergentheim. Maar dat er niet altijd voldoende woonruimte is. Dus daarom zijn wij blij dat deze visie daar ook invulling aan geeft. En nog mooier vinden wij dat ook de verduurzaming in dit plan naar voren komt. Want verduurzaming ligt één op één samen met het hele woonplan en hoe je omgaat met woningen. Nieuwbouw geeft veel mogelijkheden. Als het bijvoorbeeld gaat over het gasloos bouwen. En dat is toch iets waar wij erg naar uitkijken. En dan kom ik nog even bij de motie van de ChristenUnie. Die volgens mij heel mooi onderstreept hoe belangrijk wij die duurzaamheid vinden. En dat wij belangrijk vinden dat we als gemeente nog een keer onderstrepen van denk nou bij nieuwe projecten vroegtijdig naar hoe kunnen we die duurzaamheid zoveel mogelijk benutten. En om dan ook voor de mensen die er uiteindelijk komen te wonen een lage energierekening kunnen realiseren. Dus voorzitter, ik zal even tot een afronding komen. Wat GroenLinks betreft gaan we ontwikkelen in alle kernen. Blijven we in gesprek met alle betrokkenen, de plaatselijke belangen. En gaan we samen aan de slag met onze woningbouw en onze woningvraag.
Akkoord, dank u wel. De VVD. Bij monden van de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. De VVD-fractie zal het kort houden in deze, want het programma Wonen op zich vinden wij een prima programma. Tijdens de oriënterende ronde hadden wij wat vragen die hoofdzakelijk de onderbouwing betroffen, cijfermatig. En die hebben we opgevraagd en de 80 pagina's die wij kregen bleken overigens maar een tipje van het aantal van de ijsberg te zijn. Er zijn nog veel meer cijfers, dat stelde ons gerust. Of we nou één op één terug konden vinden dat wat in die onderbouwing zat, ook in dit woonprogramma, daar zouden we het over kunnen hebben. Alleen wij zijn niet de partij van het zout leggen op allerlei slakjes. Wij zien graag het grote geheel. En met name omdat het op adaptief plannen aankomt, wat wij hebben samengevat als een soort van organisch proces waarbij we in de loop van de jaren nog alle mogelijkheden krijgen om telkens in te spelen op de ontwikkeling van de markt. Ja, voorzitter, dan hebt u ons natuurlijk snel te pakken. Met name zagen wij ook nog dat de programma's afgestemd worden op andere programma's, op economie. Lijkt het ons voldoende onderbouwd. Een paar dingen zagen wij wel. Twee dingen wilden we even uithalen. Dat is aan de ene kant dat als u een organisch proces van wilt maken en u schrijft zelf ook in samenwerking met alle stakeholders, dan is het wel van belang dat die stakeholders niet alleen in de planmatige fase goed betrokken worden bij de ontwikkeling daarvan, maar zich ook kunnen vinden in de uitvoering. En daar schort het nog wel eens wat aan. We hebben net een brief gekregen allemaal van Balkenbrug, coalitie 2025. Dat is ook heel duidelijk zeggen, nou, in de voorbereiding zijn we heel duidelijk betrokken geweest. We hebben veel wensen ook kenbaar gemaakt, veel dingen gezegd. En dan zien we de uiteindelijke uitvoering en daar vinden we weinig van terug. Dus namens de VVD-fractie zouden we willen vragen, wilt u daar een proces van maken waarbij u alle partijen telkens weer betrokken houdt bij het proces? En wilt u dat ook jaren volhouden? Dan zult u zuinig moeten zijn met de mensen die zich daarmee bezighouden en zich ook moeten kunnen laten vinden in de uiteindelijke uitvoering daarvan. Dat is één. De tweede betreft de energietransitie. Wat de VVD betreft gaat u wel heel sterk op het gasloos bouwen. Dat vinden we ook telkens terug. Met als hoogtepunt nu de motie van de ChristenUnie die daarbij ook nog wil voorstellen om alle woningen gunstig te situeren ter zake de zon. Op zich klinkt dat aardig, maar voorzitter, u begrijpt dat wij liberalen dat een wat al te strak naaiwerk vinden van het spreekwoordelijke pak. Wij zouden graag de mogelijkheid willen behouden om ook de huizenbouwers zelf naar eigen inzicht hun eigen keuzes te laten maken. En als het dan uitkomt om dat goed op de zon te doen, dan bent u daarvan van harte uitgenodigd om dat nou mee te nemen in een programma Wonen. Dat gaat ons vooralsnog veel te ver. En vervolgens, voorzitter, nog een ander dingetje. Want het gasloos bouwen is een heel aardig ding. Alleen niet iedere woning, zoals u weet, leent zich daarvoor. U moet heel veel dingen doen, heel veel geld uitgeven om zijn woning daarvoor gereed te maken. En ondertussen ligt er een hele infrastructuur aan gasleidingen bijvoorbeeld in de grond. En u zou eens kunnen kijken, wat je tegenwoordig veel ziet, om daar toch iets meer op te gaan sturen. Bijvoorbeeld door de bron te verduurzamen. Dan denken wij aan waterstof bijvoorbeeld of biogas. Nieuwe mogelijkheden die het huis niet zozeer verduurzamen, maar wel het gebruik uiteindelijk. Daarvan zijn goede initiatieven. Ik zal hem niet aanwijzen, maar in de fractie van de VVD zit iemand die daar druk mee bezig is met de ontwikkeling van biogas. Dus wellicht dat u dat nog eens kan volgen. Voorzitter, dat was in eerste instantie mijn bijdrage. Akkoord, dank u wel. De fractie van D66, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik zal het kort houden. Wij zijn blij met het ingediende voorstel en zeker nadat we in de oriënterende ronde van gedachten hebben gewisseld. Want onze fractie werd gerustgesteld doordat nieuwe doelgroepen en de bestaande doelgroepen sowieso betrokken worden in dit plan dat we bouwen naar wens van de kernen, van de inwoners. Dat duurzaamheid een heel erg belangrijk onderdeel is van dit plan, is al vaker aan gememoreerd. Maar ook de verbinding, zoals de VVD ook al zei, met andere programmaleiden, zoals economie, maar ook zorg. Dit is wat ons betreft een prima plan om de komende jaren mee voort te gaan. Wel vragen we extra aandacht aan het college en misschien ook aan onszelf als raad voor het circulair bouwen. Dat wil zeggen het goed gebruik van het materiaal, zodat we dat weer kunnen hergebruiken. Maar ook innovatieve vormen voor wonen. Er werd al gezegd tiny houses, maar er zijn van allerlei mogelijkheden wat dat betreft te verzinnen. En graag zouden we daar extra scherp op willen blijven in de komende jaren, zodat wij in Hardenberg met de tijd mee kunnen blijven gaan. Tot zover. Dank voor uw bijdrage. De fractie van Openkoers.nu, de heer Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. In eerste instantie even een reactie op de motie van de ChristenUnie. Hij is ons helemaal niet onsympathiek. Maar bij mijn weten hebben we dit al lang geregeld. Maar goed,
ik ben inmiddels 65 en alles wordt minder, behalve vergeten, dat wordt beter. Maar dat meen ik me toch te herinneren, maar ongetwijfeld gaat de wethouder daar wel op in. Dan even terug naar de woonagenda. In grote lijnen kan onze fractie zich vinden in de gepresenteerde woonagenda. Maar ook wij kunnen net als ChristenUnie en CDA niet om de actualiteit heen. En het gaat met name om het landelijke tekort aan sociale huurwoningen. Het tekort is opgelopen tot 80.000. Er zijn minstens 15.000 woningen per jaar nodig waar de Tweede Kamer vorige week toe opwiep. Maar helaas, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en het kabinet bouwen geen woningen. Dat zal door de gemeente moeten gebeuren. En het komt ons een beetje vreemd over deze aantallen, terwijl we een woningbouwprogramma hebben wat sluitend zou zijn. Eigenlijk dekkend voor de toekomst. En toch is er zo'n groot tekort aan betaalbare huizen dat de mensen die heel snel een huis nodig hebben, nauwelijks aan een urgentieverklaring kunnen komen. En dat is natuurlijk een aspect wat wij als gemeente niet direct in de hand hebben, maar waar onze inwoners wel mee te maken hebben. Die verklaring is in de praktijk op veel plekken eigenlijk alleen maar verkrijgbaar voor statushouders en mensen die moeten verhuizen vanwege de sloop of renovatie van een huurwoning. Ook mensen die uitstromen uit de geestelijke gezondheidszorg krijgen altijd voorrang. Daar zijn wij niet op tegen, maar wij zijn bang dat het een stroom is die wij onderschatten. Zij hebben namelijk geen urgentieverklaring nodig en komen altijd voor de ander. Tot slot nog een paar vragen aan de wethouder. Gesproken over dat grote tekort aan sociale huurwoningen. Welke mogelijkheden biedt de nieuwe woningwet aan de gemeente om de woningstichting Vechtdal meer huurwoningen te laten bouwen? Het is het laatste wat we willen, dwang, maar we zouden op een gegeven moment ervoor gezet kunnen worden. En biedt de wet ook mogelijkheden om in overleg met de plaatselijke belangen meer huurwoningen in de buitendorpen te laten bouwen? Wij weten ook wel dat in de buitendorpen men het liefst zelf een woning bouwt. En als het even kan ook nog door samen dat te doen. Maar het kan ook een oplossing zijn om de jonge mensen daar toch tijdelijk te houden en dan de mogelijkheid te bieden om zelf wat te bouwen. Dan de laatste opmerking. In de oriënterende ronde sprak de wethouder over beleggingshuur voor gezinnen met een jaarinkomen tussen 31.000 en 42.000 euro, om ook die groep een kans te geven op in de toekomst een eigen woning te krijgen. Wij vragen de woning eigenlijk daar een nadere toelichting op. Wij vragen de wethouder een nadere toelichting. Het is ons namelijk niet bekend. In het verleden kenden we iets van huurkoop, maar van die resultaten hebben wij nooit wakker gelegen. Wellicht dat hij bereid is om daar even op in te gaan. Dat was het, voorzitter. Dank u. Voorzitter. Voorzitter, mag ik ook een... Ja, de heer Rodemond, dan de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Een vraag aan de heer Kloekhorst. U gaat in op het geven van voorrang voor onder andere statushouders en andere doelgroepen. Ik meen mij te herinneren dat wij hierover hebben gesproken, onder andere met de directeur van de woningcorporatie hier in Hardenberg. En die heeft ten stelligste beweerd dat dat niet het geval is per se. Dat er in principe voldoende huizen zouden zijn voor zowel de statushouders als mensen die gewoon op de wachtlijst staan. U komt met een andere bewering, dus is mijn vraag, kunt u dat op een of andere manier onderbouwen? Ik heb dat bericht ook uit het landelijke berichtgeving dat het toch nog zou gelden. Dus ik twijfel net als u en ik wil graag dat bevestigd zien. Kort, nog even ter verheldering. Het was dus niet zozeer een stelling die u hier poneerde, maar meer een vraag. Klopt het dat statushouders voorrang krijgen boven anderen? Het is ook een citaat van het persbericht van de Stichting Opvang. Had ik u verkeerd begrepen, dank u wel. Akkoord, de heer Gelling. Ja, voorzitter, ik vraag voor meneer Kloegers. Die had ik overigens ook aan de vorige sprekers kunnen stellen. Die betreft de dringende oproep om meer sociale huurwoningen te bouwen. Want de 80 pagina's die wij doorgelezen hebben, daar staat heel nauwkeurig in de behoefte aan sociale huurwoningen per kern. En daaruit heb ik niet kunnen destilleren dat er nou zoveel meer behoefte is aan hetgeen nu staat opgenomen in het programma Wonen. Dus ik vraag me af hoe u daar dan bij komt om telkens zo'n dringende oproep te doen om zoveel meer huurwoningen te bouwen dan het programma kennelijk rechtvaardigde. Ja, ook dat haal ik uit de landelijke berichten. Ik wil ook eigenlijk alleen maar bevestigen dat hier niet nodig is. Maar ik spreek ook mijn angst uit. Als al die nieuwe groepen op de markt komen, met name de zorgkant,
Ja, dan kan er eens wat komen wat wij helemaal niet goed inschatten. Daar ligt mijn bezorgdheid. Akkoord. Anderen nog niet het geval? Dan dank ik u voor uw bijdrage van de zijde van op koers.nu en gaan wij naar de Partij van de Arbeid. Mevrouw Klopphorst. Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid vindt dat iedereen goed moet kunnen wonen. Of je nu jong, oud, gezond bent of zorg nodig hebt. Daarnaast willen we dat er meer huurwoningen worden gebouwd, zodat de doorstroming op de woningmarkt verbetert en de wachtlijsten korter worden. Het voorliggende document onderschrijft deze standpunten. Het stelt duidelijke kaders om in samenwerking met anderen mensen in de gemeente Hardenberg in staat te stellen om zo lang mogelijk in hun eigen buurt of dorp te blijven wonen. Dankzij aandacht voor onder andere bijzondere doelgroepen, vitaliteit in de woonomgeving en technische en duurzame innovaties. Door de agenda wonen kunnen hier op korte termijn al stappen ingezet worden. Wij delen de zorgen van andere fracties als het gaat om betaalbaarheid van woningen voor de lage en minderinkomens. En wij hopen dat het college oog houdt voor mensen met een bescheiden inkomen, die meer huur moeten betalen dan verantwoord is. Wij hopen of wij bedanken de portefeuillehouder voor de toezegging van blijvende aandacht voor sociale problematiek op vakantieparken en de huisvesting van migranten. Onze fractie kan instemmen met voorliggend ambitiedocument en de agenda wonen. Tot slot wil ik onze waardering uitspreken voor de leesbaarheid en de visualisatie van het document en de agenda. De nieuwe opzet is aanpasbaar, een levend document met wendbaarheid en flexibiliteit. Dat is verfrissend en duidelijk. Dank u wel. Voorzitter. De heer Gerling. Mag ik mijzelf de vraag ook aan mevrouw Kloekhoff stellen? Want ik hoor nu weer de oproep om zoveel meer sociale huurwoningen. U leest dat in het document. Kunt u het aangeven waar dan? Want mijzelf de vraag, ik heb het de 80 ik heb het niet over sociale huurwoningen gehad. Ja, natuurlijk. Ik dringend oproep om meer sociale huurwoningen. Ik zei betaalbaarheid van woningen voor de lage en middeninkomens. En we hopen dat het college oog houdt voor mensen met een bescheiden inkomen die meer huur moeten betalen dan verantwoord. Dat heb ik gehoord, maar volgens mij zei u daarvoor iets over huurwoningen. Of heb ik dat zo verkeerd gehoord dan? Bij aanvang van mijn bijdrage heb ik gezegd, als Partij van de Arbeid willen wij meer huurwoningen, zodat de doorstroming op de markt verbetert en de wachtlijsten afneemt. Oké, maar daar heeft u niet gelezen een stukje. Dat vindt u gewoon als politiek statement dat zo moet. Dat is waar onze partij ook voor staat. Nee, helder. Akkoord. Gaan we naar de laatste fractie in de rij, 50+. Dank. Het woord is aan de heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij willen nog graag van de wethouder weten hoe het gaat verder met de verzilverlening. Deze is nu opgenomen in het woonprogramma. Wordt dit bekendgemaakt aan de inwoners? Hoe gaat het verder in zijn werk? Want daar lezen we verder niets over. En wat 50+ nog steeds een punt vindt, dat is bouwen tegen de binnenstad, perfect. Maar hoe denken we toch steeds over dat parkeren van de mensen die daar komen te wonen? Wanneer de familie op bezoek komt, dan heb je een gigantisch probleem. Hoe wordt dat opgelost? En er is de vorige keer gezegd, dat komt uit het parkeerplan. Wij zijn van mening dat dit niet losgezien kan worden, ook van het woonplan. Akkoord. Ik constateer wel dat u nog een aantal vragen heeft die misschien ook in het voortraject al aan de orde hadden kunnen komen. Met name ook over het parkeren. Maar wij gaan naar de wethouder toe voor de beantwoording van de vraag. Maar niet nadat de heer Oding nog een vraag wil stellen. De heer Oding. Ja, ik heb nog een reactie even naar de VVD toe. Want die vraagt het al serieus af waar die vraag van sociale huurwoningen vandaan komt. Ik zou eigenlijk terug willen krijgen van joh, dat hij misschien wel instemt uiteindelijk met onze motie. Maar goed, dat gaat te ver op dit stadium. Maar als je kijkt naar het programma Wonen 2025 op bladzijde 10. Staat op een gegeven moment zaken rondom aandacht voor bijzondere doelgroepen en een flexibele schild van sociale huurwoningen. En daar staat precies verwoord waarom er nog steeds een urgente vraag is naar sociale huurwoningen. Akkoord, dank voor de toelichting. De heer Gelling, een reactie daarop? Ja, nou, voorzitter, ik waardeer de inbreng. Ik zie nou eens niet helemaal de link naar het plaatsen van de motie om daken op de zon te zetten. Maar goed, dat zo.
Ik twijfel ook niet aan dat er wat huurwoningen bij moeten. Alleen dat is volgens mij heel goed onderbouwd in het voorstel. En dat is per kern uitgewerkt in die uitwerking die beschikbaar is. Dus ik ben ook niet, per definitie zijn wij niet tegen het bouwen van huurwoningen. Maar volgens mij kan de woningbouwcorporatie daar het voortouw op nemen. Heeft de gemeente daar overleg in prestatieafspraken? En ik vind de voortdurende roep om gewoon maar meer 250 of 300, dan kunnen het er ook 350 zijn of 175. Het lijkt mij nou net de bedoeling van het hele woonprogramma dat er een proces op gang komt waardoor alle stakeholders met elkaar telkens af gaan spreken hoeveel ze gaan bouwen. En het lijkt mij niet aan de raad hier om maar een bedrag te noemen van doe er maar 50 bij, want dat is beter. Akkoord. Voorzitter, we vragen niet meer, we vragen gewoon sneller. Sneller naar die aantallen voor die sociale huurwoningen. Ja, goed. Ik stel voor dat we naar het college gaan en... Ik constateer brede steun overigens voor het programma Wonen, raadsbreed, maar nog een aantal vragen die er liggen. En ook zoek de wethouder in te gaan op de motie die er voor. Dank u wel, voorzitter. Ja, hoe zal ik beginnen? Laag. Hardenberg blijft pieken met de verkoop van grond. In het afgelopen jaar werden 330 woningen gebouwd en werd 14 hectare bedrijfsgrond uitgegeven. Daarmee is Hardenberg al jaren koploper in Overijssel en laat het bijvoorbeeld ook Zwolle achter zich. Een citaat uit de Stentor van 7 februari jongstleden. En wie willen nou niet wonen in de meest toegankelijke gemeente met groen, met ruimte, met rust en tegelijkertijd vol ambitie, innovatie en arbeidsethos die past bij nagenoeg de enige groeigemeente aan de Nederlands-Duitse grens. Met deze inleiding, voorzitter, hoop ik op zijn minst aan het verzoek voor een campagne te hebben voldaan. Voorzitter, we hebben in de oriënterende ronde breed gesproken over de programmalijn wonen. En volgens mij is dat alleen maar goed. We hebben bij de actualisatie van dit beleid... Dat hebben we echt op een andere manier ook aangevlogen. Samen met u, samen met de plaatselijke belangen, de corporaties en andere stakeholders hebben we de input opgehaald en verzameld voor een smart en overzichtelijk programma wonen en een concrete uitvoering in de agenda. En twee weken geleden en ook vanavond heeft u het belang van wonen in onze gemeente onderstreept. Ook vanuit de verschillende aandachtspunten die er vanuit de raad zijn. Deels overlappend tussen de verschillende partijen en natuurlijk ook met accenten vanuit de vele kleuren die uw raad rijk is. Volgens mij is dat een veilige vertaling. Er waren een hoop vragen en ook vanavond zijn nog enkele vragen te beantwoorden. Maar ik proef bij u allemaal het enthousiasme om met elkaar het wonen in onze gemeente, om daar weer een mooie impuls aan te gaan geven. Maar het is in mijn ogen niet af, voorzitter. En dat zal het ook niet worden. Laten we dat ook nu maar hier zo zeggen. Want of het nu gaat om de uitkomsten van de discussie rondom het programma Duurzaamheid, of het basisonderzoek Wonen met Zorg, waar ook de specifieke aandacht voor bijzondere doelgroepen uit naar voren moet komen, het ouderenakkoord, de uitkomsten van de stuurgroep Vitale Vakantieparken, of de economische ontwikkelingen, of de inwonersaantallen in de verschillende kernen. Veel thema's raken aan de bouwsteen van wonen. En daarom willen we ook blijven actualiseren, niet alleen met de raad, maar met alle partijen, dus zeker ook met de stakeholders, niet alleen nu totdat de plannen zijn gekomen, maar ook in de uitvoeringen daarvan. Terechte oproep van de heer Gelling wat dat betreft ook. En tot nu toe hebben we vooral ook positieve signalen gekregen. Dus ik was iets wat verrast door het signaal van het CDA, maar de snelheid van uw raad is onnavolgbaar. Dus wellicht bereiken die signalen mij nog. Weet dat wij van harte bereid zijn in ieder geval. En natuurlijk wil je in goed overleg met de corporaties tot goede invullingen komen. Maar ook de woningwet geeft ons daar wat instrumenten voor. Hè. Er werden ook wat vragen over gesteld. Nou, die nieuwe woningwet die biedt de volgende mogelijkheden. Hè. De wet die eist van de corporatie dat zij binnen de financiële mogelijkheden moeten bijdragen aan de realisatie van de woonvisie. Zolang dat natuurlijk binnen de definitie van de doelgroep valt. Nou, en met die financiële mogelijkheden zit het volgens mij bij Verdal Wonen gewoon goed. Dus via de prestatieafspraken wordt vastgelegd wat we van elkaar
ook verwachten. Dus als vervolg daarop, ja, als de woonvisie aangeeft dat er ook in de buitendorpen meer sociale huur moet worden gebouwd, dan moet de corporatie daar ook aan bijdragen. Nou, tot voor kort was het beleid van voormalig beter wonen vaak, hè, dat aantallen werden gehandhaafd in de buitendorpen. Maar ik heb u ook al eerder aangegeven, hè, de kanteling te willen maken van centraal bouwen in de twee grootste kernen, Hardenberg en Dedemstraat, naar decentraal bouwen naar behoefte, datgene wat we ook met de convenanten beoogd hebben. Dus ik hoop dat dat daarin gewaarborgd zit. Dan even naar sociale huur. U had er onderling al een klein debatje over. Net volgens mij was de laatste conclusie juist. Het gaat niet over de aantallen, maar over de snelheid. Nou denken wij dat 150 best ambitieus is. En we gaan er ook niet helemaal alleen over. Hè, want je moet samen met die partners komen tot die ontwikkeling. Nou, u vroeg een toezegging. Laat ik zeggen dat ik wel mijn best wil doen om te kijken of we die 150, of we daar nog wat tempo in kunnen maken en kijken of we misschien wel in de buurt van die 200 kopen komen. Maar weet wel dat ik daarin niet de enige partner ben. Dus ik zal anderen ook nodig hebben erbij. En het betekent ook, om even in te gaan op de discussie die hier was, hè, dat als je in een snelle tempo van 150 naar 200 gaat, betekent dat je in de jaren daarna iets zult afvlakken in de programmering die nu zeg maar, daarvoor staat. Dan, voorzitter, de beleggershuur werd ook nog even aan gerefereerd. Hè, de categorie die tussen de zeg maar, 30 en 42.000 euro zo'n beetje valt. Nou, een aantal van die woningen worden in Marslanden gerealiseerd. We proberen ook in Hardenberg daar meer van te krijgen. En ook in Dedemstraat, Brandsveen zijn een aantal van die woningen gerealiseerd. Maar goed om daar ook bij te zeggen dat onze blijvende aandacht heeft. De groep die eigenlijk buiten de sociale huur valt, maar niet in staat is om zich op de koopmarkt makkelijk te begeven. En als ik dat heb aangesneden, voorzitter, kom ik ook bij de betaalbare woningen waar u bij stilgestaan heeft. En dat onderschrijf ik. Dat is hartstikke belangrijk, maar we moeten daarbij ook wat onderscheid maken tussen huur en koop. Voor wat betreft de huur trekken we natuurlijk samen op met de corporaties, hè, om daar voldoende zeg maar, voor te realiseren. Ja, en voor koop is dat best wel een stukje ingewikkelder. Hè. We hebben 2 weken geleden met elkaar ook al geconstateerd dat het best lastig is om woningen voor starters te krijgen. Zeker in die categorie zo rond de 175.000 euro. Nou, dat merk je ook wel. Hè. Onlangs hebben we nog geprobeerd om een aantal van die starterswoningen in een aanbesteding weg te zetten. En dan merk je gewoon dat de markt het moeilijk vindt om daarop in te spelen. Nou, dat beseffende, ja, gaan we misschien toch wel naar een situatie toe waarbij het steeds vaker zo zal zijn dat starters op de woningmarkt ook gewoon ja, wel iets van spaargeld moeten hebben, zeg maar, om die stap te maken van huur naar koop. Nou, dat zie je in andere landen natuurlijk ook wel gebeuren, maar dat punt dat bereiken wij hier ook. Hè. Die 175, wat zo'n richtlijn is voor een starterswoning, je ziet dat het steeds moeilijker is om die te realiseren. Nou, kun je daar een alternatief voor bedenken? Ja, dat zou best kunnen. Dan moeten we kijken, en kunnen we alternatieve woonvormen bedenken? Kunnen we iets doen, nou, tiny house is al genoemd, maar je kunt nog veel meer dingen bedenken. Hè? Kleinere woonruimte betekent ook minder kosten. Dat zou misschien wel lukken. Nou, als je dat dan realiseert, is het wel zo dat een starter die bijvoorbeeld naar een woning gaat van, laten we zeggen, 60 vierkante meter, dat ook wel aannemelijk is dat je na een aantal jaren, zeg maar, wel weer een stap wil maken op die woningmarkt. Hè? Dus die gaan dan wel verhuisbewegingen binnen niet al te lange tijd maken. Nou, daar zijn we mee aan de slag. Er werd nog even gerefereerd aan de woningafspraken. Wij proberen in gesprekken de provincie te bewegen om niet zozeer te kijken naar de kwantitatieve opgaven die er zijn, maar kijk nou meer naar de kwalitatieve afspraken die je hebt. Wat is de behoefte? Wat is dat maatwerk dat we met elkaar willen leveren? En ga daar eens met die gemeenten over in gesprek, dan alleen maar bezig te zijn met die getallen hoog over en de verdeling in West-Overijssel is dat dan in dit geval. Nou, daarnaast weet u ook dat ik met een aantal collega's bezig ben signalen af te geven richting ook de landelijke overheid om te kijken, kunnen we niet zorgen dat die woningen, de woningbouwplannen niet meer getoetst worden aan die ladder voor duurzame verstedelijking. Daar hebben we vorige keer ook iets over gezegd. Dan, voorzitter, het thema energie. Daar ligt ook een motie van ingediend door de ChristenUnie.
En die motie die vraagt eigenlijk om, even dik te bijpakken, om rekening te houden met. Nou, volgens mij doelde de heer Ploekhorst op een motie in het verleden die al een keer zoiets gevraagd heeft. Ik heb even niet meer helder gegeven wanneer het precies geweest is. Maar er schijnt een dergelijke motie eerder te zijn geweest. Oh, ik dacht ik een ja al hoorde, maar niet het geval. Oké. Daarbij zou ik wel willen zeggen, ja, ik snap het signaal en ik begrijp dat ook. En voor een heel groot aantal plannen zal dat ook wel gebeuren. Maar ik hecht er wel bij om daarbij te zeggen dat iemand die zeg maar een kavel koopt en daar een bepaald plan wil ontwikkelen, dat deze motie niet de belemmering moet zijn voor het realiseren van een woning naar wens, zullen we maar zeggen. Of dat iemand die zijn energie- of warmtevraagstuk op een andere wijze weet te ondervangen, al dan niet met warmtepompen of wat dan ook, dat daar niet de verplichting voor geldt van, joh, maar u zult die woning op die manier realiseren. Dat gezegd hebben, laat ik het oordeel, voorzitter, aan de raad. Dan de verzilverlening, die kwam nog voorbij. Zoals u heeft kunnen lezen, komen wij nog dit jaar met een voorstel terug. We hebben gezegd, 2019 onderzoeken we de mogelijkheden voor de verzilverlening. Maar het kan ook wat in financieel opzicht betekenen. Maar nog dit jaar komen wij daar voor bij u terug. Afsluitend, voorzitter, kom ik terug op mijn inleiding. Maar dan iets serieuzer. De vraag was, gaan wij het wonen zeg maar vermarkten in Hardenberg? Ik wens daarbij te zeggen dat wij niet te klagen hebben over het aanbod van woningen zoekenden. In de gemeente, sterker nog, we proberen de productie ook juist op te voeren om daaraan te kunnen voldoen. Maar waar ik tijdens uw vraag nog wel aan moest denken, was ook het traject van de omgevingsvisie. Hè. Misschien zou het wel mooi zijn om straks, als we ook de uitkomsten van de omgevingsvisie hebben, waarin door de inwoners zelf is aangegeven, wat vind je nou belangrijk in de gemeente, dat we die ook eens gaan koppelen van, en waarom zou je nou ook in Hardenberg moeten wonen. Nou, van mij is specifiek nog de opdracht erbij gegeven van, ga ook met ondernemers in gesprek. Dus die handschoen pak ik dan ook graag op. En dan denk ik, voorzitter, dat ik in dat betoog bijna alles heb gehad, behalve het parkeren. Daar hebben we het vorige keer ook van gezegd, ja, dat parkeren, op het moment dat er woningbouwplannen komen, heb je gewoon te voldoen aan de parkeernormen die in het land zijn. Dat geldt zowel in de binnenstad als daarbuiten. Ja, als we verlanden in discussie over betaald parkeren en zo, dan ben ik wel van mening dat die niet hier thuis hoort. Voorzitter? Akkoord, dank daarvoor. U heeft een verduidelijkende vraag voor de wethouder? Nou, ik mis een antwoord. Ik had een suggestie opgewerkt of het misschien aardig was om niet alleen op gasloze huizen te gaan zitten en heel erg te focussen op de warmtepomp en de elektrische verwarming, want daar gaat het uiteindelijk om. Dat het lastig is om daar veel huizen voor klaar te maken. En de infrastructuur ligt er en er hele serieuze initiatieven zijn hier in de gemeente waarbij boeren hun residuen kunnen aanwenden voor het maken van biomassa. En dat lijkt toch een veel kortere klap om daar stappen te zetten in zaken duurzame of verduurzaming van woonomgevingen. Ja, voorzitter, dat heb ik in die zin ook gewoon gezien als een oproep van de VVD om daar naar te kijken. Er zijn inderdaad heel wat andere initiatieven ook nog. Ik zag van het weekend nog iets voorbij komen met een, ik weet niet wat, was een artikel geloof ik uit België met een zonnepaneel die omvormt tot waterstof. Dat soort dingen. Er wordt gekeken naar warmtenetten. Maar natuurlijk ook in de warmteplannen die in een later stadium terugkomen per wijk, zullen we daar ook op ingaan. Maar eens niet nauw kijken naar alleen maar liggende. Nee, en dat past overigens ook heel goed in uw zelf vastgestelde duurzaamheidsprogramma, waar biomassa ook een van de onderdelen van is. Akkoord, dat was de beantwoording van de wethouder. Voorzitter. De heer Ploekhorst. Ja. Zullen wij een tweede termijn doen? Ik denk dat dat verstandig is, want ik merk dat er veel vingers opgestoken worden. Ik wou voorstellen om een tweede termijn te doen. En dan ga ik even inventariseren wie behoefte heeft om daarin het woord te voeren. Tweede termijn. ChristenUnie. CDA. 50 plus. Anderen nog? Ja, op koers.nu. Begin ik bij op koers.nu. De heer Ploekhorst. Voorzitter, ik had gevraagd naar de rol van de urgentieverklaringen. En of de wethouder mij daar gerust kan stellen dat het geen drempels opwerft voor andere inwoners. Akkoord, die wordt nog even meegenomen weer. Urgentieverklaringen, dan 50 plus. Dankjewel, voorzitter.
Nog even wat betreft de verzilverlening. Wat ik wil vragen aan de wethouder is, het staat wel al in het document vermeld. Kunnen we er dan van uitgaan dat die zilverlening wel van kracht wordt? Akkoord, die wordt ook nog even weer meegenomen in de tweede ronde. Het CDA, mevrouw Mensing. Ja, ik heb nog een vraag over die publieksvoorzieningen, hè, waar ik aan refereerde. Die vraag vanuit jonge moeders of moeders van kinderen. Die aangeven van wonenplannen zijn natuurlijk fantastisch, maar hoe doen we dat dan met de rol richting... Ja, er staat dan in het document, hè, de gemeente treedt faciliterend op. Wordt er dan verwacht dat de mensen zelf met de initiatieven komen? Hoe zien we dat? Hoe gaan we daarmee verder? En punt 2, ik heb nog een vraag ook aan de heer Odink eventjes over zijn motie. Ik hoorde net de heer Kloekhorst ook al zeggen van met alle voorgaande moties hebben we natuurlijk al best wel een soort kader kunnen stellen. Biedt dat dan voldoende ruimte of missen we daar nog ruimte om zeg maar die motie dan nog in te dienen? Wat is de meerwaarde daarvan? Kunt u daar wat over zeggen? En dat is een vraag aan de heer Odink. Ja. Voor de goede orde. Nou, die wil en ik dat wel, brengt mij ook bij de heer Odink dan. Ja, die wil ik wel beantwoorden. Ik heb inderdaad ook even nagezocht, maar niet begrepen dat we zeg maar een eerdere motie geweest is. Dus ik heb er nog wel even met de griffier ook over gesproken, maar dat is dan niet in die zin helder geworden. En ik wil ook in aansluiting ook even met de wethoudige reactie op de motie nog eens benadrukken dat we daarmee zeg maar niet die verduurzaming, dat we de woning op slot willen zetten. Maar dat we gewoon een stuk bewustwording en aandacht voor het slim inrichten zeg maar, van die woningen. Dus dat er ook mede rekening gehouden wordt met. Hè. Dus het is niet op slot zetten of het is niet met allerlei regelgeving. Het is in die zin gewoon bedoeld van een stuk bewustwording om zeg maar, ook daar rekening mee te houden. Voorzitter? Ja. Mag ik erop reageren? Oh. Nee, sorry. Aan u het woord. Meneer Odink, dus ik hoor u zeggen dat de motie dat mensen zelf wel de ruimte krijgen om zelf te bepalen waar ze, nou ja, richting verduurzaamheid, wat ze willen inzetten. Oké, okay, dankjewel. Voorzitter. Ja. Ja. Ja, Brink. Kijk, nou, ik ben eens even wat zoeken geweest en ik heb hier een motie voor mij van 4 december vorig jaar. En daar wordt het college een aantal dingen opgedragen. En de tweede bullet, daarin zeggen wij binnen 3 maanden te komen tot een concreet plan die daken voor zonne-energie gaat faciliteren voor particulieren en bedrijven in de gemeente. Punt. Als ik dat lees en die motie heeft een brede steun gekregen in de raad destijds, dan denk ik van, hey, wat voor de motie die nu voor ligt nog extra toe in vergelijking tot het onderdeel van dit wat ik zojuist voordroeg. En volgens mij refereert mijn collega mevrouw Mensing daar ook aan. Dus daar wil ik graag van meneer Odink nog wel even een toelichting op. Heer Odink. Het lijkt me dat deze motie zeg maar wat concreter is. Vriendelijk, maar concreter. Het heeft gelijk al een invulling op datgene wat zeg maar in de planvorming. En ook zeg maar heeft het college gezegd in 2019 met een verdere verduurzaming te komen. Om dat te willen gaan omarmen. Maar nu het woningprogramma nu voor ligt, is denk ik ook nu gelegenheid om daar zeg maar voorzitter. Sympathie voor de vraag. Akkoord, dat is wat mij betreft helder en duidelijk. Voorzitter, in aanvulling daarop, die motie van vorig jaar, die gaat over bestaande daken. Daar is bij de uitleg van de kavels geen rekening gehouden met de ligging van de zon. Deze motie, die gaat juist vanuit, als je nou nieuwe kavels, woonkavels gaat inrichten, plaats die dan zo, zodat je een optimale zonneopbrengst hebt voor, om energie van te maken. Dat is het verschil. Volgens mij helemaal duidelijk nu wat er voor ligt, zeg maar. En zoals de wethouder aangaf, oordeel is aan de raad hoe zij met deze motie wil omgaan. Ik constateer dat er nog wel een paar vragen nog zijn. Van op koers.nu 50 plus het CDA. Ik weet niet of de wethouder nu al in de gelegenheid is om te beantwoorden of dat hij behoefte heeft om even te schorsen. Dat is niet het geval. Dan gaan wij direct door. Dan vraag ik hem nog in te gaan op deze vragen en dan kijken we of we tot stemming kunnen overgaan. Dank voorzitter. 3 vragen die zijn blijven liggen. Als het gaat om zeg maar, de mensen met urgentieverklaring, ja, die worden nog wel afgegeven, maar we hebben niet geconstateerd dat dat onmiddellijk een belemmering vormt voor anderen die zoekend zijn. Het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je meer sociale huur gaat toevoegen, dat ook dat weer verder terug zal lopen. U heeft ook nog gerefereerd aan statushouders.
daar heel kort op in te gaan. Het is niet meer zo dat statushouders anno 2019 absoluut de voorrang hebben op de woningmarkt. En daar waar sprake is van statushouders, hebben we het vooral over gezinshereniging. Dus mensen die al een woning hebben en waarbij andere familieleden aansluiten. De verzilverlening, volgens mij staat in het programma wonen dat we in 2019 de haalbaarheid kenbaar maken, heeft ook een aantal financiële consequenties. En daar gaat uw raad over. Dus ik zal daar sowieso voor bij u terug moeten dit jaar. En dan ging het CDA nog in over ja, leefbaarheid. Hè? Van wat ga je nou als gemeente doen om die leefbaarheid goed te houden? En dat is wel een lastige vraag, voorzitter. Want het is natuurlijk niet zo dat wij als gemeente er zijn om een supermarkt open te houden. Of een pinautomaat of dat soort dingen. Hè? Het is ook een beetje aan het dorp zelf om met elkaar van onderop die leefbaarheid in die dorpen gestand te doen. Het is wel zo dat als er initiatieven komen om bijvoorbeeld dingen te verknopen, multifunctioneel gebruik, dat soort dingen, ja, dan willen wij daar heel graag in meedenken en dat ook ondersteunen. Hè. Dus als er goede ideeën zijn, kom dan ook vooral bij ons om te kijken of we ook gezamenlijk op kunnen trekken. Akkoord. Daarmee zijn alle vragen die er nog lagen beantwoord. En kijk ik uw raad rond en constateer, zo zien we het nog niet helemaal. Zullen we nog even kunnen schorsen? Ja, Odik. Ja. U vraagt om een schorsing. Heeft u voldoende aan 3 minuten? Akkoord, de vergadering is geschorst voor 3 minuten. Beste mensen, mag ik verzoeken om uw plekken opnieuw in te nemen? Ik heropen de raadsvergadering van dinsdag 26 maart. Aan de orde is agendapunt 6, programma Wonen 2025. Is gevraagd om een schorsing van de zijde van de ChristenUnie. En daarom geef ik het woord allereerst aan de heer Olink. Dank u wel, voorzitter. We hebben die schorsing gebruikt om even te peilen of er ook een raadsbrede steun is, zeg maar, voor deze motie. Het lijkt erop dat die er niet is, maar we vinden het toch, zeg maar, de motie dermate dat we zeggen van joh, we willen hem wel indienen. Dus we zullen hem ook gaan indienen met diegenen die mede hebben ingediend. Puur bedoeld om een stuk bewustwording, zeg maar, voor het plaatsen voor de actualiteit, nu ook voor dit woonprogramma, voor een zo gunstig mogelijke plaatsing van een woning ten opzichte van de zon. Dus we dienen hem wel in. Akkoord, u houdt de motie in stand, dan gaan we hem ook in stemming brengen. Dat is prima. Mag ik u vragen, zijn we toe aan de stemming? Dat is akkoord. Dan breng ik in stemming het programma Wonen 2025. En vraag of er behoefte is vooraf aan een stemverklaring over dit onderwerp. Dat is niet het geval. Wel, ja. Geef ik u het woord. Voorzitter, ik vind het persoonlijk prima motie. Akkoord, maar we gaan eerst stemmen over het voorstel. Dan komt dat zo nog terug wel. Dus dan breng ik het voorstel zelf in stemming, daarna de motie. Het voorstel zelf is geen behoefte aan stemverklaring. Dan vraag ik u, kunt u instemmen met het voorstel zoals het thans voor ligt? Alle aanwezige raadsleden hier stemmen in met het voorstel. Daarmee is het voorstel raadsbreed aangenomen. Dank u wel. Dan wordt de motie in stemming gebracht. Nou, de heer Van der Wel heeft aangegeven dat een prima voorstel, een prima motie te vinden. En ik maak even een rondje langs de fracties hoe zij erin staan. De fractie van de ChristenUnie, bent u voor of tegen? Voor. Heeft mij gediend. CDA-fractie. Ik wil graag nog wat op toevoegen, want wij vinden het plan heel sympathiek, maar we zijn er niet voor om dit in een motie invulling te geven. Dus tegen. U bent dus tegen? Ja. Ja. De fractie van GroenLinks? Voor. De fractie van de VVD? Tegen. D66? Niet alleen vinden wij dit een sympathiek voorstel van de ChristenUnie dat wij mede indienen, maar ook een noodzakelijk voorstel om de bewustwording zo hoog mogelijk te houden ten aanzien van duurzaamheid. En dus zijn wij voor. D66 voor. Op koerspunt nu. Tegen. De fractie van de Partij van de Arbeid. Voor. En de fractie van 50PLUS. Tegen. En daarmee is de motie verworpen. Met. Ja, de griffier moet nu hard aan het werk. 21 tegen.
21 stemmen tegen en 11 stemmen voor. Zoals gezegd, de motie is verworpen. Dank u wel. Dan zijn wij toe aan agenda punt 7, de rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van 12 stemmen voor? Maar we hebben een besluit genomen. Het voorstel, de motie is verworpen en we gaan nog even in de herrebound kijken hoe stemmen precies zijn. Dus er wordt nageteld. Ik ben toe aan agenda punt 7, de rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Dat is niet het geval. Dan zouden wij bij het einde zijn van deze vergadering. Maar zou ik uw raad willen vragen om akkoord te gaan met het schorsen van deze vergadering. Want ik zou u willen voorleggen om in de beslotenheid van de raad alleen deze raadsbijeenkomst voort te zetten. Om in de beslotenheid een onderwerp te agenderen. En daarvoor is nodig om uw raad te vragen om daarmee in te stemmen. En ik zeg er ook bij, om toch enige richting te geven. Het gaat om een ruimtelijk ordeningsvraagstuk waarvoor wij in beslotenheid verder dienen te vergaan. Althans, dat is het voorstel van de zijde van uw voorzitter. Kunt u daarmee instemmen? Dat is akkoord. Akkoord. Dan gaan wij deze raadsvergadering in beslotenheid voortzetten. En het is wel een bijzonder moment, want dat komt niet vaak voor in de gemeenteraad van Hardenberg. En dat proberen we ook tot het uiterste te beperken. Maar ik wil toch wel op een vriendelijke manier vragen om de rest van de mensen op de publieke tribune. De medewerkers die niet belast zijn met dit onderwerp. Maar ook de media te vragen deze ruimte te verlaten. Dank voor uw aanwezigheid. En een hele fijne avond ook nog gewenst. En ik schors de vergadering voor 3 minuten.